Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jasmin van Jazzard en het is vandaag zaterdagochtend. Het is net geen 7 uur en normaal ben ik echt niet zo van vroeg opstaan. Maar dit keer ga ik naar Spanje. Olé! Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga met een goede vriend van mij en de beste vriend van Wouter. Wouter blijft lekker thuis, die zorgt voor de beestjes. En ik ga daar gezellig een beeldhouwcursus doen. Dus ik ga hakken in marmer. En ik dacht, dat is nou perfect iets om jullie mee te nemen. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. Ga je me missen? Ja. Het is nog vroeg. Oh, ik dacht, hij zegt het zo heel zielig, want dan gaan we missen. Maar het is gewoon heel vroeg. Ik zei nog tegen Wouter, haal Jasmin even, anders zit hij de hele tijd in de auto. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Dat is Jeffrey. Vlokje. Ja. Hallo. Lekker ongemakkelijk. Dus. Nu zijn we eindelijk aangekomen in het huis van mijn schoonouders. We zijn hier tot en met maandagochtend. En dan vertrekken we naar vrienden voor hun om de cursus te volgen. Dus voor de komende 2 nachtjes is dit het huis waar we zullen gaan verblijven. En ik heb een rolleiding gekregen en ik dacht, ik geef die ook meteen aan jullie. Hoort er toch ook een beetje bij. Nou, dit is het kamertje waar ik ga slapen. Oftewel de Harry Potter suite. De Harry Potter suite ziet u aan de Harry Potter poster met de tickets erbij. Leuke foto's. En natuurlijk is mijn kamer, want check die kleur. Dat is gewoon precies mijn kleur. Helemaal perfect. Zo, dit is de gang. Hier gaat Jeffrey slapen. Heel zielig. Alleen in het bedje. Want ik wou de Harry Potter kamer. En dan hebben we hier nog heel leuk de badkamer. De voordeur. Dit is de slaapkamer van mijn schoonouders met een ensuite badkamer voor hun. Dan weer de keuken. Het is de keuken, vrolijk geel, vet voor Pasen, want het is nu paaszaterdag. Voor jullie niet, voor jullie is het wat later, maar vandaag voor mij is het paaszaterdag. En dan hebben we nog een woonkamer, waar we kunnen gaan kijken, laat ik ook even zien. Zo, de woonkamer, schoonpapa, schoonmama en weet Jeffrey. Hallo. Ja, en we hebben de verwarming aan, zoals jullie zien, want het is nog niet zoals je zegt Spaans weer. Nee. Het is nu in Nederland 22 graden. T-shirt weer, gewoon lekker weer. En hier is het 13 graden. Duizend. Ja, en wacht, ik laat even ergens anders het weer zien. Maar ik ga even kijken. Dit is het weer in Spanje. Ja, dus het is niet het perfecte weer dit weekend, maar daar doen we gewoon niks aan. Het is op zich niet heel erg, weet je. We gaan er niet naartoe voor een zonnezee strandvakantie. We gaan er naartoe om te beeldhouden, dus dat is toch ietsjes anders. Maar, dat heb ik ook al tegen Jeffrey gezegd, ik kom minimaal 1 keer zwemmen deze week. En dan moet ik maar de dag kiezen wat het minst erg is. Dus ik wil 1 keer zwemmen. 1 keer. Ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. Het is vandaag zondag, eerste paasdag. En we zijn hier, op het hele mooie stukje. Kijk hoe mooi. En Jeffrey heeft de drone bij, dus we gaan kijken of we wat mooie shots kunnen vinden. Gewoon gevonden via Google Maps. Hartstikke leuk. Echt leuk. En er is een waterval. Ik weet niet of jullie het horen, maar die is er wel. Het is vandaag maandagochtend en we zijn nu alles in aan het pakken, want we gaan zo vertrekken naar Aart en Anke voor de beeldhouwcursus. Ik heb er onwijs veel zin in en het beetje het positieve van vandaag. De zon begint eindelijk door te komen. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. We gaan lekker die kant op, alsof we een uurtje rijden, voornamelijk binnendoor. Ja, dan gaan we beginnen. Oh, ik vind het zo spannend. Thank you.
zon schijnt. Eindelijk. We hebben zon. Ik heb wel nog een vest aan, want het is nog niet zo warm. Maar het is droog en de zon schijnt, dus dat is al fijn. Nou, we zijn dus nu hier. We zijn bij Aard en Anker. En ja, het is hier gewoon echt prachtig. Het is hier gewoon echt heel erg mooi. Het is allemaal mooi groen en bergen en zo'n million dollar view. En een hondje. Kom eens hier. Het is een hondje. Die zien ze niet. Die zien je niet. Hartstikke tof. We hebben net lekker koffie gehad en lekker gebak. En dan gaan we zo denk ik nog een kopje koffie doen, want ik ben nog een beetje moe. En dan gaan we eigenlijk beginnen met de cursus en neem ik jullie lekker mee. Oh. Maar ik dacht nu toch wel echt een beetje vakantiegevoel begin te krijgen nu ik zo hier ben. Dat is wel echt heel fijn. Ja, Oké, wat gaan we doen? Oké, ik wil heel graag dat jij van de plastiline exact deze kei namaakt. En dan ga je van, als je de klei klaar hebt, dus ja, zeg maar als je de steen in de klei hebt, dan ga je met dit soort attribuutjes ga je ontwerp maken. Het voordeel van dit modelletje is eigenlijk tweeledig. Enerzijds heb je dit model heel erg nodig als je echt met het beeld in de marmer aan het maken bent. Want het enige echt moeilijke van beeld houden is kijken. Kijken wat het effect is, wat je doet aan de ene kant, wat het effect is aan de andere kant. Oké. Dat moet je altijd heel, heel goed in de gaten houden. Daardoor heb je ook doorlopend dat modelletje nodig om te kijken van wat gebeurt er aan die kant, hoe ziet het eruit aan die kant. Een ander voordeel van deze werkwijze is dat je eigenlijk de werkwijze al oefent. Dus wat je nu in de plastiline gaat doen, is exact hetzelfde dan wat je daarna in het marmer doet. Ja, alleen in het klein. Alleen in het klein. Dus je mag aan de slag. Ga beginnen! Is nu klaar. Ik heb nu ook een ander shirt aangedaan en ik heb mijn haren vast, want we gaan zo met stap 2 beginnen. Nou, stap 1 was het maken van het vormpje. Ik ben een soort van druppeltjes eigenlijk geworden. En dan die ga ik nu zagen en dan moeten we eerst stukken allemaal eraf halen. Ik heb dus dit is dus mijn steen. En dit gedeelte, die gaat eraf. Dus ik moet hem zo zien. Hij is zo. Dit gaat hij worden. Dus dat gaan we eerst doen, wat groeven maken en dan gaan we het eraf hakken. En dan maken we daar een beeldje van. Ik hoop het gaat lukken. Ben ik klaar voor? Het is veel moeilijker dan ik had gedacht eigenlijk. Je moet dus eerst van die groeven moet je dus maken met zo'n cirkelzaag. En daarna moet je dus met zo'n bijtel moet je alles eraf hakken. Maar ik maak ze dus veel te breed, want ik sla niet hard genoeg. Want ik durf niet. Dus morgen verder. Dit hakken heb ik niet gedaan. Dat heeft Aard voor me gedaan. Dat zeg ik wel even eerlijk dan. Dus morgen verder kleinere stripjes maken. En dan hopelijk gaat het dan wel lukken. The next day. Goedemorgen, het is nu woensdagochtend. We gaan zo lekker verder. We hebben eerst lekker ontbeten. En nu gaan we lekker verder zo met de cursus. Mijn handen doen een beetje zeer nog van gisteren. Dus ik ben benieuwd hoe dat vandaag verder gaat. Ik heb gewoon spierpijn in mijn vingers. Ik wist niet dat dat kon, maar ik heb spierpijn in mijn vingers. En ik dacht, ik laat jullie ook even zien wat ik nou gisteren allemaal heb gedaan. En waar ik nou allemaal precies mee bezig ben. Het beeld wat ik in eerste instantie wou maken, dat rode ding, dat is een beetje aangepast. Het gat gaat, doe ik in ieder geval niet. En ik denk dat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Maar dat zien we dan vanzelf wel. Als ik het nou echt niet afkrijg, dan maak ik het thuis van een keertje af, denk ik. Het is trouwens ook echt veel lastiger dan ik had gedacht. Het is echt heel veel werk. Ja, maar wel heel erg leuk. En ik merk ook echt als ik zo lekker bezig ben, is mijn hoofd helemaal op nul. Want je bent zo gefocust op wat je aan het doen bent, dat het gewoon echt heel erg leuk is. Oh, en
Aad en Anke helpen ook echt super fijn en ze letten goed op en ja, gewoon lekker de hulp die ik nodig heb, die krijg ik ook. En ook gewoon begrip en zo, dus dat is ook gewoon echt super fijn. Ik ben echt zo dankbaar dat ik hier mag zijn bij hun en dat ze me daarmee helpen en ja, dat ik het gewoon kan doen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb dus ook echt geen make-up op trouwens en mijn haar is niet gedaan en zo, want ja, ik was toch helemaal vies. Maar ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gedaan. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet echt van die glinsteringetjes. Zie je een beetje in steen, tenminste ik zie die. Nou, dit is de voorkant. En dan gaat hij zo, gaat hij lopen. En dan komt hier een ronding en loopt hij zo terug. En ik heb hier, ben ik ook met de rondingen bezig geweest. Maar het is echt heel erg verwerkt, maar dan gaan we gewoon lekker verder. Ik ben nu met een stukje bezig. En het is echt, oh, dit is zo leuk. Ik heb nu echt zo'n speciale slijptool is dat. En dan kan je alles helemaal glad maken en rondingen en zo. Dus ik heb en niet zoveel alles aan mijn handen. En het begint er echt zo leuk uit te zien. Oh, en ik ben eruit waar het voor staat. Het staat voor mij een Wouter. Want er komt straks een kleiner, dikker iets. En een lang, smal. Ja. Op het einde ga je het snappen. Ik laat wel even zien wat ik nu al heb gedaan. Maar ik ga zo eerst douchen, want... Ik zie er heel mooi uit zoals je ziet, maar dat moet even wat schoner. Dan ga ik denk ik vanmiddag verder, want het is niet heel erg belastend om het allemaal te slijpen. Ik kan mijn vingers een beetje rusten. Maar zo leuk om te doen. Ik ben zo aan het genieten nu. Moet je eens kijken. Kan je het zien? In de verre dat je het kan zien, want het is heel zonnig. Hier loopt er dus een vorm. Zo, dit is eigenlijk de voorkant straks. En die vorm die gaat er straks helemaal omheen. Terug, zoals je hier ook op de lijn ziet. Dus dit wordt vast helemaal rond. En dit wordt wat ruwer. Dat is het idee in ieder geval nu. Mijn idee verandert wel echt elke dag. Maar dat is een beetje het idee waar ik nu op ga. Maar ik ga dus even lekker drinken, douchen. En dan gaan we wat eten. En dan gaan we weer verder. Als ik nog energie heb. Ik denk het wel. Oh, echt zo. Ik ben helemaal hyped. Zo, hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Mijn spieren doen pijn. Ik begin echt spierpijn te krijgen. Ik voel echt met de dag dat het minder wordt. Ik heb gistermiddag nog een beetje geschuurd en zo. Dus die machine gaat ook steeds beter. En ik voel ook echt dat er verbetering zit te komen. Het beeld begint echt, echt heel erg cool te worden. Ja, we gaan vandaag dus gewoon lekker verder. Rustig aan. Ik ben echt moe aan het worden, merk ik. Dus gewoon lekker tranquilo. Hè? Op het Spaans gezegd. Eerst omkleden, want ik heb nu schone kleren aan en de marmerkleding die beginnen echt gewoon stijf te worden van het stof. Maar ja, goed. Dus eerst gaan we omkleden. En ik dacht, dat doen we op een leuke maniertje. Dat doen we zo. 1, 2, 3. Nou, gelukt. Dat ging snel. Ging nou altijd maar zo snel in het dagelijks leven. Maar goed, genoeg gekleed, dan gaan we lekker beginnen. Dag 4, oftewel donderdag van de beeldhouwworkshop. Ik ben echt een hele hoop opgeschoten. Ik had het begin van de week gewoon... Op een gegeven moment dacht ik dat ik op zo'n punt zat dat ik dacht van... Oh mijn god, daar ben ik aan begonnen. Het is veel te veel werk. Maar ik moet zeggen, ik ga echt wel eind schieten op. Ik ben van nu net begonnen met al het schuren. Of ja, nu net, voordat ik ging douchen en stopte. Dus de basis is nu eigenlijk al geschuurd. In ieder geval met een wat grover schuurpapier. En dat wordt dan steeds fijner om het dan uiteindelijk te gaan pleisten. Kans zit er wel in dat ik het morgen niet helemaal afkrijg, maar dat ik thuis nog wat kan pleisten. Maar ik krijg daarvan wat spullen mee. En het is echt... Ik vind dit zo leuk. Dit is echt superleuk. En ja, weet je hoofd is ook echt helemaal leeg, hè? Als je zo lekker bezig bent. Ik ben lekker aan het schuren. En ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ik die machine onder controle krijg. Ja, gaan we eens kijken wat morgen de dag eigenlijk brengt en hoe ver we daarmee komen morgen. Oh, ik ben zo benieuwd. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. We gaan vandaag weer verder. Ik hoef vandaag alleen nog maar te gaan schuren. Heel veel te gaan schuren met de hand met schuurpapier.
Maar ik ben dus gisteren lekker nog doorgegaan en ik ben echt een hele hoop opgeschoten. Dus ik laat jullie eerst even zien wat ik nu allemaal heb. En vandaag is eigenlijk meer de tijdbewerking. Dus dat het mooi glad gaat worden en zo. Maar de basis van de vorm is eigenlijk gewoon helemaal klaar. Dus ik laat jullie even zien. Nou, dat is de voorkant. Kun je zien. Hier zit ook een lijn. Die gaat dus omheen. Die is ook heel scherp geworden deze. Lopen we eromheen. En dan zie je dat er hier, dus diezelfde kant, die gaat er ook zo helemaal omheen. En dit is dan heel ruw gebleven. Maar dan even als de bovenkant en deze zijkant. En hier hebben we ook nog dan een heel stuk. Genoeg te schuren dus. Heb jij nog zin in? Ik vind het heerlijk. Ja, vind je het leuk? Prachtig. Ja. Heerlijk. Ik ook. Nou, dit is echt onwijs veel werk. Dat is zoveel. Oh, en ik heb die op, niet vanwege hem, maar ik vind het hokjes gelijk. Je wordt er zo na van. Nou, ik ga het niet afkrijgen vandaag, maar we zijn gewoon naar de gippen, zeg maar. Dood, maar het is warm vandaag. Het is zo warm dat ik mijn armen heb ingesmeerd met stof. Omdat ik aan het verbranden ben. En ik heb mijn zonnebril op. Het is echt super lekker weer. We gaan nu nog, ik ben voor vandaag een beetje klaar met schuren. Moet ik thuis nog een hoop verder doen. Dus hebben we nog een andere video. Dus als je wilt zien hoe die nou echt uiteindelijk eruit gaat zien. Waar ik hem ga zetten en hoe en wat. Dan moet je natuurlijk abonneren als je het nog niet eerder hebt gedaan. Oh, en dat belletje aanzetten is wel zo handig. Nou, wat we dan nu nog gaan doen is een gat erin boren. Want ik wil hem uiteindelijk namelijk hangend op hebben staan. Dus dat gaat Aard van me doen. En ik heb natuurlijk gezegd dat ik minimaal één keer in zwembad ging springen deze week. Dus ik heb geluk dat ik heb gewacht tot de laatste dag. Want vandaag is tenminste een beetje zon. Maar het water is denk ik niet zo heel erg warm. Want het heeft de hele week dus alleen maar geregend en flink gewaaid. En niet zo warm geweest. Maar ja goed, ik heb het beloofd. Dus ik moet het maar doen. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3. Ik had gelijk, het is echt heel koud. Ik ben weer gedoucht, dat had ik ook echt even nodig. Voor de mensen die trouwens ook interesse hebben om of hier naartoe te komen voor zowel een beeldhakcursus of om gewoon de omgeving van Boeijas te zien of om gewoon de lieve Anke en Aard te ontmoeten. Ik zal de links op mijn omschrijving zetten, daar kan je boeken, noem maar op. Aard en Anke zijn echt twee hele bijzondere mensen. Echt heel bijzonder. En de liefde tussen hun tweeën, het is gewoon een heel leuk stijl. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon echt welkom ben hier. Ze zijn heel gastvrij. En ik kan me niet voorstellen dat ze het ook niet ook met anderen zo hebben. Dus echt, echt een aanrader. Ook de omgeving hier is prachtig. Het is net een ander soort stukje Spanje dan wat je eigenlijk gewend bent. Normaal denk je gewoon frietent, shisha bar en zee en strand. Nou, dat heb je natuurlijk niet. Hier heb je het echte, echte Spanje. Met echt Spaans eten, echt Spaanse mensen, echt Spaanse zwerfhonden. Oh, en over honden gesproken, als je van honden houdt, ze hebben hier echt de meest schattige hond ever. Hij heet Baris, ofwel Boris met een A. Maar ja, echt een droppie zorgt er ook voor dat ik die van mij ietsjes minder mis. Morgen vertrekken we dus weer naar Nederland. We moeten rond 3 uur, 4 uur s'nachts opstaan en vertrekken naar het vliegtuig. En dan vliegen we al om 7 uur s'morgens. En ik ben geen ochtendmens. Dus dat ga ik in ieder geval niet vloggen. Maar ja, ik dacht gewoon van, nou, mocht je dit heel erg leuk vinden. Het is echt een ervaring waar ik heel blij mee ben. Het heeft echt mijn leven een heel stuk rijker gemaakt. Ook gewoon om dit te doen, om te beeld houden. Het is gewoon iets heel magisch om dat zo voor je zo te zien gebeuren. En die steen voor je te zien veranderen. En gewoon het idee wat je dus in je hoofd hebt, om dat dan daadwerkelijk ook zo een beetje neer te zetten, met natuurlijk hier en daar een aanpassing, maar heel, heel erg leuk. Ik heb zo genoten hier, echt, ja, prachtig. Heerlijke week, geen triggers, geen depressiedagen, gewoon lekker rustig gaan, gewoon genieten. Want dat mag ook soms.
schat. Je hondenbillen. Ja, mop, kom erbij. Wat gezellig. Daar is de video van vandaag. Of nee, niet van vandaag. Van de hele week. Voor jullie vandaag. Maar voor mij de hele week. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Ik heb erover zitten nadenken om misschien ieder jaar minimaal een creatieve cursus te doen. Dus inderdaad zoals dit keer dan beeld houden. Maar het lijkt me bijvoorbeeld ook heel erg leuk om te proberen bijvoorbeeld te gaan glasblazen. Maar ook hele andere dingen. Misschien een leuke schildercursus of wat dan ook. Heb je een leuk idee? Laat het me weten in de comments. Of ken je iemand die leuke workshops geeft? Liefst op een leuke locatie. Dan laat het even weten hier beneden. Dat is op zich ook heel erg leuk. Wat is nou een workshop wat jij gewoon heel graag zo een keer zou willen doen? Dat is de vraag van deze video. Laat het weten in de comments hier beneden. Nou, en verder, jullie weten, het is hetzelfde riddeltje als altijd. Vond je video leuk? Vergeet natuurlijk niet om een like achter te laten. Vond je het nou heel, 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 heel erg leuk? Dan natuurlijk even abonneren op Jasses Vlogs. Ja, want dat is leuk. Ik hoop echt dat ik een keertje terug kan komen naar deze prachtige plek. Deze prachtige mensen. En deze prachtige ervaring. Ik ben in ieder geval echt een stuk rijker nu geworden in mijn leven. Dus wel Bries, Aart en Anke, heel erg bedankt, nogmaals. Mijn schoonouders ook heel erg bedankt. Dankzij hun kan ik hier naartoe komen. Ja, en Jeffrey ook bedankt voor het gezelschap. En jullie bedankt voor het kijken. Gracias voor het kijken en adios!